seconden. En wij willen graag vasthouden aan de gemaakte afspraak van 5 minuten. Wat voor een koppel, dank u wel. Voorsprong is 40 seconden. Staat er alleen vandoor bij de drie koplopers. 500 meter te rijden voor Elma Reinders. Maar van het Metec Cycling Team gaat hij vandaag zijn eerste zege boeken bij de belofte in de klassieker. We hebben hem daar in zicht in zijn zwarte blauwe tricot. Hij won hier al eerder bij de nieuwelingen. Hij vertelde voor de wedstrijd namelijk dat hij bijzonder veel zin had vandaag in de koers. Gaat hij het halen, dan gaat hij komen. Onder het viaducto door van de Steenbosse weg zo dadelijk hier. Onder de A67 door, hij gaat het recht afzetten. Krijgt de prijs voor de meeste strijdlijst en wint de 31e meesterreis. Hier gaat hij komen, Elma Reinders, de man uit M&D hier de hoogste ring gaat krijgen. Elma Reinders, verdient winnaar. Mooie sprint op de tweede en derde plaats. Wie gaat het halen? Dus het is Strade die tweede gaat worden. De derde plaats voor het boegiestreden Stefan Pausma. En we gaan eens kijken wie de vierde plaats van Job gaat eisen. Die zou dan terecht moeten komen bij Van Klammerding. Graag tot bij de aankomstlijn ruimte vrijmaken. Applaus hier voor Maurits Klammerding. We gaan de mannen van Meentek krijgen die nog een sprintje uitpersen met de mededeling dat de eindwinnaar geworden is van deze meestrijd. Een schitterende zege voor Elma Reinders. Aankomst Jozef van Wouter Hanen op deze cruise. Verdient natuurlijk uw applaus.
Ze hebben er een loodzware meersreef op zitten. Die kwam er nog dichtbij, zie ik. Maar er stonden de achtervolgers. De straatje voort bij de aankomstlijn. Bedankt aan de mensen van TVC de Zwaluw. Graag voor het vrijmaken. We gaan de ruimte vrijmaken. Met Robin Wennekes. En ook een applaus voor de voorbouwers van het peloton die gaan finishen. Mensen van de Nemensnel, Bovo, Baby Dust die hier gaan finishen. Kijk eens naar die toegestreden gezichten. Zoals Roos die hier gaat finishen naar deze 162 loodzware kilometers. Gaan we hier de sprint krijgen van het snel uitgevoerde peloton. Met de man van Metec. In elke groep komen ze hier voor in de. Ze persen nog een laatste sprintje uit. Ook jullie hartelijk bedankt voor de medewerking vandaag, voor jullie deelname. En ook veel succes bij de volgende wedstrijd, meetalent voor de belofte competitie. Terecht heeft Koers in het voorjaar vandaag hier de BNCZ los gewonnen bij de Nieuwelingen. Was dat toen op dezelfde manier? Ja, op dezelfde manier, op groep van 3. En op tijd uiteindelijk dus weggereden uit die groep van 3. We waren lange tijd met 15 bij elkaar. Wat gebeurde er in die laatste kilometers allemaal? Ja, op een gegeven moment al die jongens van Pielsen begonnen aan te vallen. Ja, ik dacht nog, op een gegeven moment het wiel was stil, dus toen ben ik zelf gegaan. Ik kreeg twee man mee en die wouden ook meerijden. En de mooiste zegen vandaag behalen. Het applaus hier bij Alma Rijders. Zullen we niet heel lang laten wachten, want ik zie dat ze staat te kippen van de Kamerwijskoop even wijzen naar deze kant. Een mooie tweede plaats. Het is een compleet noordelijk podium vandaag hier in Wierop. Het is een beetje wereld en gewoon de Noordhoofd. Ja, het is redelijk zwaar als het bekant elke keer. En dan gaan we in de finale met drie man weg. Prachtige derde plaats voor Stefan Poutsma, die vooraf tot de favoriet had gerekend. We komen met drieën vanuit erop. Stefan. Ja, we staan gewoon met z'n drieën de handen in één. En we gingen gewoon goed rijden, draaiden goed. En het is fijn dat er nog een groepje achter ons op 10 seconden kwam. Nee, heb ik nooit gezien, maar dat gewoon, Elma reed weg. Elma was gewoon sterk vandaag. Gefeliciteerd. Dank u wel, voor de schoolmeester Sven Bouwer van de gemeente Zoonbrand en die sportzaken. Een geweldig applaus aan die losbarsten van de nummers 1, 2 en 3. Elma Rijnders boekt vandaag zijn tweede zegen in de MSG's. Wordt nog steeds als nieuweling vandaag als belofte. Voor de tweede plaats voor Gijs Strating. Derde Stefan Poutsman, ik zei het wel, hebben vandaag een mogelijk podium. Alleen Lana die woont in Wierop, dus wat dat betreft onze charmante rondemis. We hebben toch kunnen.